Nou, het is heel grappig. Hier op deze rapportage, want hier hebben we in beeld gebracht wat we eigenlijk gaan doen. Zie je nog de oude watertoren. Zo was hij in volle glorie. Tot hier stukken van afvielen. Toen is in 1960 de toren zoals we hem nu kennen er omheen gezet. Maar in feite staat alleen dat gele van de oude watertoren er nog in. Plus dat watervat. Nou, al het andere wordt nu gesloopt. Dan blijft er straks, en daar zullen mensen heel erg van schrikken, dit stompje over. Heel zielig. Maar die gaan we weer terugbouwen in deze vorm. Zodat je weer aan de bovenkant uit de verte dezelfde watertoren gaat herkennen. En daarmee blijft de watertoren toch een van de meest markante gebouwen in Zwolle, samen met de Sassenpoort en de Peperbus, behouden voor de toekomst. Met dank aan bouwer Nijhuis, die er niet echt op verdient. Nee, dit is zo'n ambitieuze klus en dit heeft zo lang geduurd dat Nijhuis legt hier echt op toe. Maar daar zijn ze ook heel trots op. Ze hebben hem verkocht inmiddels aan Amvest, een belegger die er huurappartementen in gaat exploiteren. 21 stuks. Dat is ook geen sinecure, er zijn heel veel appartementen in één toren. Maar als je hem ziet, denk je dat past niet, maar het past ruim. Maar dan heb je wel een appartement als een pizzapunt ver boven de grond. Voor, nou, pak een beet, 800 euro. En dan heb je een appartement van rond de 60 vierkante meter.